Alfabetisch rangschikken. Toch nog altijd een heel belangrijk ding als je later gaat werken. Heb je dat vaak nodig om dingen alfabetisch te kunnen rangschikken? Wat moeten we daar natuurlijk voor kennen? Ons alfabet. En dat gaan we als eerste hier even opschrijven. Ik noteer het alvast. Je kan het ook gewoon zelf noteren. Om woorden alfabetisch te gaan rangschikken, kijken we altijd naar welke letter. Het is altijd naar de eerste letter. Stel dat die hetzelfde is, dan kijken we niet meer naar de eerste letter, maar kijken we naar de tweede letter. En zo gaat dat verder. Enkele dingen die belangrijk zijn. Zon en schild komen voor. Zo komt voor zon en schild. Als dat verkort is, dan komt dat ervoor, dus niet erachter. Schild komt voor schildpad. De I, dat zijn twee letters, de I en de J. Ik ga dat allebei even markeren, want dat is toch wel belangrijk. Als hij het wil doen. Voilà. Ook dit markeer ik. Dan gaan we even kijken. Die eerste is allemaal naar de eerste letter kijken. Welke letter komen we dan als eerste tegen? Dat is de antilope, want die staat eerst in het alfabet. En schrijven we als eerste op. Ik ga die nu even niet mee opschrijven. Hier gaan we niet naar de eerste letter kijken, want voor alle dieren is dat hetzelfde. Namelijk, die beginnen allemaal met een A, dus ga je sowieso al naar de tweede letter kijken. Dan zie ik bijvoorbeeld hier aap en aal. Die hebben allebei als tweede letter terug de A. Dus die gaan eerst staan in het alfabet. En dan moet je naar de derde letter gaan kijken. De P of de L. Dan ga je zien, de L die komt voor de P. Dus aal ga je als eerste schrijven.